Welkom bij Quantum Sessions, een videocast over duurzaam ondernemen in een stad. Quantum Sessions. Vandaag zitten we samen met Arno de Mol, bekend van het lokaal. Een theehuisje waar dat ze ook vegetarische maaltijden serveren. Met groenten die hij zelf gaat plukken. Uh, ja, geniet van de aflevering. Dus jij zet kort samengevat, die dan zelf zijn groenten gaat plukken. Uiteindelijk de dingen die hier. Op, op het moment nu groeien bijvoorbeeld, zijn ook de dingen dat je ergens lichamelijk nodig hebt. Bijvoorbeeld ja. he, in de daar zitten dan de dingen in dat je nu nodig hebt om je immuunsysteem voor te bereiden op koude, he, dat je weer een beetje en, en tomaten en koriënten en, en aubergine zijn dan weer aflatende producten van allemaal he, de warm en dat is logisch. hè he, ja. Het zijn allemaal symbioses, ja. denk ik. Dat we allemaal gewoon pff, ja. totaal uh, geen rekening mee houden. En dat we in de industrie gewoon kijken naar, oké, okay, voet het, vult het de maag, ja, check. Terwijl ja, dat er zo misschien duizenden soorten van symbioses zijn tussen allerlei soorten groentes die hier groeien, wanneer dat hier groeien. Mm -hmm. uh, ja. Of is het heb genoeg voor op Instagram. Een eh? uh, mm. knal in zal de... er misschien al iets minder dan een uh, iets, iets, iets fancy van, uh, ik weet niet waar. Mm -hmm. en dan denk ik denk dat dat ook veel te maken heeft met de voedingsindustrie, met het industrieel verwerken van voeding. Heel veel, dat we heel veel dingen eten dat we niet voor gemaakt zijn. En ja, alles dat ze uitgevonden hebben van eh, voedselprocessing, hoe lang bestaat dat? Misschien 50 jaar of zo. Oh. Dat is allemaal zo nieuw, dat is allemaal eigenlijk ongetest. Dus we eten dat allemaal. De supermarkten liggen er vol van. Terwijl wat hij doet is echt, um, je biedt eigenlijk alleen maar, ja, door groenten aan te bieden mm -hmm. ga je eigenlijk alleen maar pure ingrediënten eten of voorschotelen die je ook nog een keer zelf gaat gaan plukken. Dat de... <coughs> Elke keer als dat mensen zo, zo uit op die manier uit de doeken doen dan denk ik, maar ja dat is wel veel. En het is ook veel, hè. er komt heel veel werk en uh, tijd en aandacht en, uh, bij kijken. Um... Langs de ene kant, de, de liefde dat ik erin steek, krijg ik dubbel terug. Gewoon van de reacties van mensen die verbaasd zijn dat plantaardige voeding zo rijk en, en genoeg kan zijn. Hey, mensen hebben nog het, het idee dat plantaardige voeding niet, niet vullend genoeg zou zijn voor grote, sterke mannen die een grote eetlust hebben, bijvoorbeeld. Dat is een beetje achterhaald, dat idee, denk ik. Um, ja... Het ding is dat wij, natuurlijk voor ons is dat gemakkelijk, omdat het ons beroep is. Um, als je thuis um, is, het onmogelijk om dertien om groenten uh, te hebben. Tenzij <laughs> je met negen thuis zit of zo. Maar. maar het idee dat wij wel willen overbrengen is dat dat ook gewoon simpel lekker kan zijn, niet zo ver gezocht als, oké, okay, je kunt je plantaardige kaas eten en dat is een keer zot en oké okay, dat smaakt misschien niet precies naar kaas maar het heeft wel het is eigenlijk gewoon iets anders je mocht gewoon het niet vergelijken met kaas maar uh, maar op zich de basis is voor mij niet zo moeilijk alleen omdat het ook weer heel simpel maakt hè, wat er bij, bij bij werkte producten je koopt iets in de winkel dat eigenlijk al, al voor, voor gemaakt is natuurlijk dat moet dan eventjes in die winkel liggen en dan, nou, daar worden stoffen aan toegevoegd om bewaardheid langer te houden of de kleur er mooier te laten uitzien um, en dat heeft dan weer effect op ons lichaam natuurlijk en op ons zijn um, zeg ik en beweer ik dat we dat allemaal moeten um, verwijderen uit ons dieet nee ik kijk ook wel eens een keer de een koekjeskamer zo um, op zich zie ik ook wel dat door gewoon een keer een broccoli te stomen thuis of zo, dat is echt geen werk. En daar zit zoveel smaak in eh, dat dat iets volledig anders is dan dat je dat al vorige in een winkel koopt of gewoon een keer opwarmt in een pot of zo. Ja, ja veel mensen denken dat als je natuurlijk wilt gaan eten of zo, dat dat eigenlijk moeilijker is, dat dat misschien zelf duurder gaat zijn. Dat dat Complexer, ingewikkelder wordt, dat ze allemaal dingen moeten beginnen uitvinden, rare ingrediënten moeten in de zaal. Terwijl dat in de praktijk, of wat jij denk ik ook wilt doen, is net aantonen dat dat net niet zo is. Dat dat ja. wel makkelijker is, dat het eenvoudiger is. Dat, um, ja. Ik vind dat zelf wel een, een interessante ontdekking: dat hoe minder moeilijk dat het allemaal maakt voor jezelf, met je voeding hoe gezonder, hoe goedkoper en hoe lekkerder dat het wordt. Ja, massa's. Um, ik denk ook, het is, het is niet alleen bij voeding. Hè. Het is, uh, op andere vlakken ook dat wij verder en verder van de natuur zijn gaan staan um, op een of andere manier. Um, als we nu kijken bijvoorbeeld naar um, mijn vriendin is zwanger en ik ben daar nu ook wel vrij mee bezig als ik ooit groenten mee ben ga ik wel voor Doela, denk ik, zo'n vrouw me gaan begeleiden. Ja. Uh, een wonderbaarlijk proces ook. En je ziet ook um, daarbij dat bijvoorbeeld 70% van de vrouwen nu kiest voor een, een epidurale bij de bevalling. Um, en als man <laughs> wil ik dat niet te veel beoordelen, omdat ik nooit het uh, plezier of de pijn zelf ga voelen die daarbij komt kijken, wat dan uitschijnt wel vrij heftig is. Maar... Um, 70% dat is in mijn ogen wel echt heel veel. En je ziet nu een beetje de, de omgekeerde beweging. Hè. Ik denk in de jaren 80, 90, dat epidurale, dat daar gewoon zelf niet meer bij, bij getwijfeld werd. Dat dat zoiets was van: oh maar ja, het, het doet dat gewoon. Hè. En nu hebben we dat ook, maar we, we hebben dan bijvoorbeeld wel een Lesserijks mankvol beval. En dan gaat het een beetje terug: hè, dat eigenlijk het vrouwelijk lichaam is daar gewoon voor gemaakt is. Punt. En um, ook met borstvoeding, juist hetzelfde. Hoeveel voordelen dat daarbij komen kijken, dat is mega zot. Um, als je daar een beetje in verdiept, um, zouden we denk ik geen robot zo goed, kunnen mogelijk, zo goed kunnen maken als dat de mens eigenlijk bestaat zoals hij of zij is. Um, en dat is hetzelfde bij voeding, vind ik. Alles, alles is er. En dan. Op een bepaalde manier door. Ik ga het nu even heel wijd trekken. Door dingen als kapitalisme en, en carrière en weinig tijd en geld verdienen. Beide partners. Moet dat prachtig zijn. Voor mij hoeft de vrouw totaal niet thuis te blijven. Maar. Um, heb je zo wel het ding dat we dan zo. Omdat we dan weinig tijd hebben. Zijn er dan dingen gekomen als Hello Fresh? Of. Um, of uh, uh, dat De maand groentepakketten bijvoorbeeld, wat op zich wel cool is omdat je dan die groenten hebt en daar je wel iets mee moet doen, maar het is zo jammer dat, dat, we nu, dat nu het eten ergens tot op onze deur al wordt geleverd, met het recept er al bij, dat we daar, en van mij hoefde geen zotte keukenprins te zijn, ik ben daar ook vreselijk mee begonnen, als ik, ik ooit op mijn 21ste een knolselder zag, ik wist echt niet wat ik met dat gedrag moest doen. Maar um, ja, oefening waard kunst. En, um maar we zien misschien voeding te veel als een probleem dat moet opgelost worden, zo efficiënt mogelijk. Dat we zo weinig, tijd mogen, zo weinig mogelijk tijd mogen aan verspillen. Mm -hmm. Dat eten moet daar plots maar verschijnen. En, terwijl dat misschien wel... Ja, het is wel de, oorzaak van, eh, of de oorsprong van wie dat we zijn. Mm -hmm. uh, hetgeen dat we eten. Ja, massa's. En het is inderdaad ook iets dat we al... Van de eerste eencellige wezens tot nu zijn we constant geëvolueerd rond voeding opnemen en zo. En dan plots vervangen we dat door een bakje of scha een, scha een schaaltje of zo. Ja, echt creepy soms, hè? Ik denk dan altijd terug aan, um, aan Wally -E in de film, van een robot. Hè? Mm. Um, die mensen woonden eigenlijk zo op een schip. Um, die, die zweven allemaal zo in iets... Um, zo in zo'n pad. Ja, allemaal, allemaal redelijk obese. Um, omdat ze gewoon, ja, ze liggen daar gewoon en ze kijken naar tv, denk ik. En alles wordt gewoon door robots naar hen gebracht. En ze hoeven dan eigenlijk niet meer te bewegen. Dat is natuurlijk um, een zeer hypothetisch worst case scenario. Maar um, toch, ja, soms denk ik daaraan. Hè, als we zelfs zo weinig moeten gaan steken in. Ik ga niet zeggen dat we er zelf op moeten gaan jagen of dat we dezelfde bessen moeten gaan plukken als een paar duizend jaar geleden. Maar langs, nee. langs de andere kant, het, het ding van, dat we een deel zelf van de menu gaan plukken met lokaal op zo'n CSA, boerderij. dat is wel... Allee, ik kreeg daar... De eerste keer als ik spruiten zag, had ja, mij zes jaar geleden gevraagd hoe dat spruiten uitzag. Waarschijnlijk... Had ik gezegd dat daar een boom ging groeien of zo, of like appels, dat het ga zo, met, zo te gaan plukken. Maar dat is dus gewoon, dat je hebt de grond en dat, dat is zo'n ene stengel en dan zo'n grote bladen. En aan die stengel zitten dan allemaal bolletjes. En dan, dat zijn dan die spruiten En dan dacht ik, alle, zo zot, zo cool. Maar um, ja, als je dat in de winkel gewoon in, 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 een, in een bak ziet lijn, dan staat het daar nooit bij stil. Terwijl, um, dat, ja, voor mij is dat een van de basisdingen. Allee, bij, als je kijkt naar wat we echt zouden nodig hebben, is um, misschien een beetje kleren om ons een beetje te verwarmen. En zeker in de winter, een huis boven ons hoofd. Um, voeding, een beetje onderwijs. Um, een beetje slapen, veiligheid. Maar dat is het, ja. En dan, dat maakt al dat wij zouden kunnen leven. En dat zijn zo. dingen die nu zo evident zijn, waar dat wij eigenlijk niet meer over. Nadenken? Allee, soms wel, maar ja, het is wel interessant om daar even terug over te reflecteren. Te denken: van is dit, um, ja, waar sta ik nu? Wie ben ik nu? Um, wat eet ik met dat gevolg van? Hè? Uh, ja, voor mij is dat ook. Ik ben begonnen um, als vegetariër, uit ecologische redenen, uh, veel water en energie daarbij komt bij het, uh, het kweken en, uh, van een dier. Maar um, ik denk dat dat van mij ook, hoe langer dat ik daarmee bezig was, hoe meer dat ik ook zo vanuit een meer boeddhistisch standpunt dan denk ik, um, meer iets had van levende wezens en dat gaat voor mens nog dier hoeven voor mij te leiden. Dat lijkt mij een beetje een vreemd idee. Um, en als je daar... Als je dat doortrekt, als je daar uh, min of meer consequent in bent, dan um, heeft mij dat zelf ook een zachter gemaakt en ook wel rijker zo. Ja, is, eigenlijk is zoiets iets heel simpel, is dat je gewoon op straat gaat bijvoorbeeld en dan um, knikt naar mensen. Iets wat ik me herinner, dat mijn mimee en mijn pipi bellen deden. Maar in een stad is dat zo, ja, er zijn hier heel veel mensen en iedereen doet gewoon zijn ding en dan blablabla. Bla bla. Maar gewoon zo knikken dat je zo ziet: van ah, kijk, ik ben een mens, jij bent een mens, we hebben heel veel dingen gemeen, ook heel veel dingen in hè, dat wel een verschil. Maar het feit, we lopen hier al twee, um, is wel fijn en gewoon hallo en een fijne dag voor u. Dat is wel al um, vreselijk. Ja, is wel cool. <laughs> Mensen lachen dan altijd omdat ik echt zo met de fiets zit en dan zo probeer oogcontact met iedereen te maken en dan zo, soms een beetje gevaarlijk. Um, en dan gewoon zo proberen hallo te zeggen, omdat, omdat ja, het loopt me heel veel mis En dan is dat zo, oh, ja, hallo, 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 hallo. Oh. Uh, <laughs> dat lukt mij niet altijd, maar... <laughs> het is wel fijn, omdat je daar zo... Zeker als je dan zo een luid hallo krijgt, denkt je... Ah, oh, shit, yes. We hebben elkaar gezien, of zo. Mm -hmm. En het dus ja... Eens dat je daarover begint, is het zo... Holistisch in mijn oog, In mijn hoofd. Um, het is niet één aspect. En bij lokaal is het ook... We proberen het zo rustig mogelijk te doen. Uh, lekker, maar op een eenvoudige manier. Maar op een, met respect voor iedereen uh, en voor alles. En dat keert dan terug. En, en zo is de cirkel rond. En dan, um, dat, heeft, dat was veel uitdagingen, maar um, ja, ik kreeg daar echt veel voor terug. En, um, waarom ben je eigenlijk begonnen met lokaal? Was dat uit activisme of waren er andere redenen? Wou je gewoon iets doen? Lokaal begonnen. Ik werkte daarvoor bij Julie's House en uh, mijn toenmalige vriendin was uh, ook wel vegetarisch en die, uh, het gezin waarin dat zij woonde, die uh, was, uh, waren ook zo heel Ecologisch. En dan zo... Hè, de, als ze douchen, er stond een emmer in de douche en dan met dat water spoelen ze het toilet door. En ik dacht echt zo... Wow. wow zo cool. Allee, dat, dat, ja, dat was wel even wennen voor mij, maar ik, ik begreep wel snel waarom dan ze dat deden. En ik dacht... Ah, ja. En er was wel altijd iets in mij die... Uh, dat ik mensen wou helpen. Ik, uh, ik heb vroeger veel naar Spider-Man en al die shit gekeken. En ik had altijd wel het idee van, amai, ik wil ergens ook wel zo mensen helpen. En ik kan niet zeggen dat ik een superheld zijn maar op zich zijn superhelden gewoon een metafoor voor mensen die, die nu ook bestaan en die gewoon andere mensen helpen eigenlijk. Ja. grappig dat we daar dan uh, plots een, een spin... Moet een, een um, ik de Zo En ik heb heel lang, allee, heel lang, zelf um, wel, uh, gezocht naar... Een manier waarop dat ik dat kon doen. Hè? Moest ik dat vanuit de sociale sector doen of moest ik dat op een andere manier doen? En dan uh, stop met studeren, in een horeca beland en dan een keer even gedacht van shit, is dit wel echt iets wat ik wil doen? Omdat de klassieke horeca is... Uh, ja, is veel werk in. En is redelijk destructief ergens ook wel. Met zo'n vormen van alcohol. En is niet zo de meest gezonde sector wel, om in te zitten. En ook niet... Ik ga niet zeggen gerespecteerd, maar zo... Ja, het is niet echt gelijk met een dokter of... Uh, iemand die vijf jaar studeert en dan een zotte job heeft natuurlijk. Hè. Dat voelde ik wel ergens... Wel. Och, oh. en, uh, maar toen... Uh, bij Julissa zat ik zo wat de... De knepen van de kleine zelfstandigen ofzo. Of zag ik wel echt van oké, okay, het kan ook wel zo. Of, of zo wel een beetje een voeling gekregen met zo. Dit zijn de struggles ergens ook wel. Um, van een eigen zaak hebben. En uh, ik ben dan ook meer dan 40 dagen zonder vlees. En dan er nooit mee gestopt eigenlijk. Omdat je na, als je na 40 dagen zoiets hebt van... Dat is wel oké, okay, zonder vlees. Ik mis het niet. Dan, dan doe je gelijk gewoon door of zo, ja. Eens dat je het idee hebt, eens dat je zo van die gewoonte zit afgeraakt, wat dat een mens gewoon is, een gewoontedier, um, dan was dat eigenlijk wel oké. Okay. En dan wel met dat idee van hey ja, ecologie en juist of veel water energie dat zo bij je vlees komt, en die beesten en zo, en blablabla. Um, en dan gestopt, omdat ik daar wel echt iets mee. Wat doen met, met op vlak van ecologie? En dan heb ik ook een keer in de zomer in de vaste maan, Een biologische, eh, ay, biodynamische boerderij in Denze. gewerkt als seizoensarbeider. En dan dacht ik, shit. Ik weet niet of ik dit gans mijn leven wil doen eigenlijk. Werken op een boerderij dat is wel echt zot. Allee, veel respect um, aan mij. De manier waarop dat zij doen is met heel veel handenarbeid natuurlijk. Eh. Um, en waarschijnlijk, als je een echte boer bent, komt er wel nog veel meer bij kijken. Maar toch, ja, oef, dat was wel heftig. Mooi, maar heftig. En dan dacht ik, misschien moet ik het toch wel op een andere manier proberen. Of een andere. En dan, ja, vijf jaar geleden waren de. Ik ga niet zeggen, het is niet gelijk in de jaren zeventig of zo, waar de vegetarisme totaal uh, taboe was. Maar ik vond gelijk niet direct iets waarin dat ik. Op mijn manier ingang bij vond dat ik ook wou uitdragen of, of bij helpen. En dan uh, was er toen een vriend die iets wilde doen met thee. En dan dacht ik, kijk, maar ja, enkel thee is misschien wat moeilijk. Misschien moeten we daar ook eens wat lokaal vegetarisch eten bij serveren. En dan zo is dat echt heel impulsief uh, ontstaan. Dat was echt uh, een beetje crazy als ik daar nu net op terugdenk. Maar ik kon echt niet koken. Um, echt niet. Um, Alleen gewoon zo wat thuis, maar dat was echt zo mijn enige ervaring. En koken voor mijn eigen. En ik ben soms wel erop content ook op etensvlak. Alleen nu iets, iets minder, hè, maar toch geef mij kroketten met appelmoes en ik ben ook al een vrij contente mens. Voor mij hoeft dat echt niet <laughs> heel gesofisticeerd te zijn. Maar, um, maar, op, ja, het daar is wel een, een sterk verhaal met het feit dat we ook een deel al zelf gingen gaan oogsten en dan thee en het verhaal van hè, het, het, het lokale eh, dat was toen wel zo beginnend eh, hip of zo dat is nu wordt dat ik niet zo graag gebruikt maar het was wel eh, het marcheerde wel en mensen waren nieuwsgierig en het was een beetje een aparte locatie en alsjeblieft straatje en en eh, we begonnen toen met de hulp van een andere kok uh, die mee de, de eerste menu heeft uitgeschreven en die dan in het begin wat gemaakt. En dan heb ik er iets anders geprobeerd en ik heb iets anders geprobeerd. En geleerd, dan ook wel heel veel dingen door te koken, door iets te proberen. Um, en nu, vijf jaar later, is dat wel oké. Okay? Beschouw ik mijzelf eigen als chef? Nee, jongens, zot. Ik ben gewoon iemand die niet een keer soep maakt of die wat dingen in een oven smijt. Maar. Zet um... oh, je niet meer een. Um ik heb altijd het gevoel in een lokaal dat je in een soort van een living binnenstapt. Nee, nee, nee. En dan is er daar ook een keukentje en je kunt daar iets eten en zo. Nee. Maar de focus ligt niet per se op het een of op het andere, of Er is altijd een plaatje aan het spelen. Dus het is geen typische horecazaak dat je begonnen bent. Nee. En ik denk ook de manier waarop dat je begonnen bent. Heel, ja, het is letterlijk klein. Um, je hebt geen... Um, Alleen geen zotte dingen gedaan of zo. Ze zijn gewoon begonnen en hebt al heel lang volgehouden. Dat is eigenlijk op die manier zeer organisch gegroeid. Steeds... En ook een, een community opgebouwd. Veel volgers binnenkrijgen krijgen en zo, terwijl dat wat je deed eigenlijk heel, ja, iets heel intiem, iets kleins was, iets, um, en ook niet per se een, was niet een restaurant of een theehuis. Of, niet, wat was het dan wel? Of, wat is het dan wel? Wat is het geworden? Of, tjoe. Dat is een goede vraag. Um, voor mij is lokaal niet inderdaad een typisch restaurant. Voor mij heeft dat heel, heel veel invullingen. En um, dat, dat, dat vind ik net het leuke. En ook het, het rijke daaraan. Is dat dat niet één iets hoeft te zijn en... Nu, sinds vorig jaar zijn we een coöperatieve bijvoorbeeld, ook een vennootschap. En uh, dat past daar heel mooi bij aan dat dat een soort van platform is van mensen, uh, voor mensen en door mensen. Um, die ook wel met een bepaalde ideologie zitten. Van kijk, wij willen dit doen en wij koken graag een beetje met rondjes en wij helpen graag mensen en wij ontvangen hen graag op een heel persoonlijke en informele manier. En uh, muziek is daar ook belangrijk bij. Ja. Um dat is voor mij echt een van de grootste voordelen van een eigen zaak. En dan is dat zou ik je eigen muziek kunt spelen. Maar dat was toch, ja. Um, heb je een job gecreëerd? En dan heb je gezorgd dat die job volledig aansluit bij uh, alles wat je gelooft. En, en dan heb je ervoor gezorgd dat je dat je eigen muziek kunt opleiden en zo. Dus... Ja, dat is wel Maar maf. Ik, ik nu, allez, kijk daar soms nog wel een keer naar terug. Hè. Of als je dan een, een, een review krijgt of zo, van iemand die die super content is, of je of, uh, staat dan... Uh, Vorige week stonden we dan in, uh, in een krantenartikel van The Guardian en dan denk ik dat wel echt zo, wow. Allee, dat wordt er zo in één adem genoemd met vrijmoed. Dan denk ik, wow, dat is zot. Dat is vrijmoed. Vrijmoed is echt een uh, gastronomische restaurant die hebben, uh, michelinster, een michelinster, één, twee, ik weet niet hoeveel. Maar um, dat zijn echt... Zotte man op vlak van, van voeding en al. Uh, plus, die hebben ook een mega zotte vegetarische menu. Ook zo bekroond tot een van de beste vegetarische menus van. Uh, ik weet niet, de niet. Maar uh, ja, echt zo. Oké, okay, dat da is dan een ander niveau. Dat is een andere beleving ook natuurlijk. Je kunt dat eigenlijk niet zo goed vergelijken. Uh, het wordt ook op een andere manier gebracht. Hè. Bij ons zie je wel. Smeten we iets met wortel, dan herkennen die wortel bij, bij hen is dat bijvoorbeeld soms op iets anders, dan ze daar dan ze dat mee aan fermenteren of dan ze dat, ja een um, beetje moleculair gaan koken eigenlijk zo, op die manier, maar um, en dan denk ik, amai, omdat dat één, wij, niemand van ons in lokaal heeft een koksdiploma, wij zijn allemaal maar gewoon, een blikkie die kan ook lassen, dat is ook zo dus super grappig dat je denkt je kunt klassen en koken. Dat is een coole combinatie. Eigenlijk. Ja. Um, ja, maar ook uh, architect en, en nu kok. Um, ja, dat zijn allemaal mensen met zo'n een, een rijk verleden, Maar gewoon met, met één passie en, en liefde voor mekaar. En, en dat we gewoon er ons eigen ding van willen maken. Um, dat gaat soms een beetje in tegen um, bepaalde maatschappelijke stromingen. Maar... Wij doen dat ook gewoon met, met heel veel liefde, ook gewoon om te tonen dat het niet altijd zo hoeft te zijn, dat het ook anders kan ofzo, dat je, um, mensen zijn dieren maar ook wel wat, wat kuddedieren, um, dat is niet negatief, maar het is soms, het vraagt soms wel een beetje lef om dan bijvoorbeeld tegen een bepaald idee in te gaan. Um, omdat dat niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd. En dan staat je soms alleen, allee, of kun je daar alleen tegen komen te staan. Um, maar allee, dat, dat heeft eigenlijk, dat je zei van die community, dat, is wel, dat verbaast mij elke keer. Hè? Wij zijn oh, niet zo super zo bezig met social media. Ik heb daar wel een beetje een haat-liefdeverhouding uh, mee. Maar dan denk ik het feit dat wij op zo'n ons gewoon focussen op de mensen die er zijn bijvoorbeeld en graag een keer lachen en moet echt lachen Allee, Het leven is zo zevig soms dat je daar, daar als je ay, ik probeer alles een beetje gepaard te laten gaan met humor omdat dat maakt het gewoon ook echt heel draaglijk. Gewoon, uh, het is niet dat ik uh, Facebook en Instagram volledig wegdenk. Hey. ik vind dat wel Aangezien wij nu niet meer communiceren via um, van die uh, plakborden in de straat <laughs> met de bellenman, um, denk ik ook van hey, oké, okay, er zitten veel mensen op Facebook, laat ik dan misschien wel zeker in het begin ook gebruiken om uh, die mensen uh, te stimuleren om iets te communiceren in het lokaal. Um, maar probeer dat oh ja, ook niet al tussengeest te pakken, die kanalen. Um, het, we hebben nog nooit iets via iets gesponsord gedaan op Facebook. Dat vond ik er zo net over, dan dacht ik zo, Mijn geld krijgen ze niet. Zo. Misschien, misschien krijgen ze wat meer geld op andere manieren, maar ik wil niet zo rechtstreeks op die knop gaan duwen en zeggen: Ik geef je 30 euro. Dat kreeg ik niet over mijn hart. Um, ik wil ergens ook doen, en dat is voor mij nog altijd de beste vorm van reclame, is mond-aan-mond. Mond-aan-mond zou mond aan, mond mond, grappig zijn. Maar. Um, maar ja, ik probeer daar dan wel bijvoorbeeld het een beetje ludiek te bekijken. Hè. De, het is nu um, 1 november um, feestje: vijf jaar uh, lokaal. Groot feest, karaoke, track. Ehm. Um, en dan de poster dat ik daarvoor gemaakt heb. Dat heb ik eigenlijk gevonden op een Nederlandse website, felicitaties.nl. En dat was gelijk een oorkonde voor een houten jubileum. En dat was eigenlijk zo een pdf dat je gewoon kon downloaden. En dan zo gewoon waarschijnlijk eh, het koppel dat vijf jaar samen is, gewoon zo de naam opschrijven. En dat was ook. Heel grappig, maar vreemd. Maar dat heb ik dan een beetje nagepast. Maar de basis bleef hetzelfde. En nu ziet het er een beetje uit alsof we een slagfestival um, doen. Wat dan ook weer grappig is. Um, maar zulke, ja, zulke dingen, ja. Ik hou al van grapjes, eigenlijk. Heel hard, ja. ja. Ik heb vroeger ook iets te veel naar um, Jacques Vermeijer en Mr. Bean gekeken, denk ik, om, en Urbanus. Om dan... Geen, um, om dan geen grapjes te maken, denk ik. Dan dacht ik, ik vond dat zo grappig dat die zoveel dingen uitstuiken mijn gezicht. En gewoon al soms verbaal, soms niet-verbaal. En um, ook gebruikt zoveel meer um, door mensen op hun gemak te stellen, door een keer een grapje te maken, dan dat je daar zo zou staan van Hallo, ik ben Arno, welkom in dit veganistisch etablissement. Ja, dan zijn de een, een van mensen hun aandacht al kwijt. Ja. Dat is zever. Dus Terwijl als je er af en toe een keer een mopje in steekt, dan heb je zo de aandacht wel... Blijft hij iets langer hangen, denk ik persoonlijk. Uh, plus, iedereen vindt het leuker om die, uh, met die grapjes om te hangen dan met die serieuze mensen natuurlijk. Hè. Je moet daar ook even eerlijk in durven zijn. Maar Voor mij de ideale combinatie is om... Um ...te lachen, maar wel op een respectvolle manier. Dat is nu zo'n beetje mijn... ...mijn baseline of zo. Mijn, mijn persoonlijke motto. Om gewoon... ...echt te kunnen lachen, maar... Op een, op, een, ja, ...op een deftige manier of zo. Of niet lachen met mensen. Of niet... ...niet, niet lachen met karapels bijvoorbeeld. Maar lachen met een biologisch pintje of zo. Allee, zo. Dat is nu een vrij stom voorbeeld, maar... Um, er zijn genoeg dingen om over te lachen dan mensen uitladen of zo. Um, veel meer, ja. Um, community, ja. Je ja, mocht even exploderen ook, zo. Nee, maar ja, ik vind dat wel um, een uh, lawine van woorden. Ik vind dat altijd nog zo, Ik heb heel uh, lang getwijfeld of dat ik ook de persoon ben die een leider zou zijn ofzo. Ik vind dat zo een beetje een vreemd woord. Dat vind ik ook zo het leuke bij die CVBA. Ik ben geen, ik ben geen baas. we hebben geen baas ofzo. Uh, ik koppel misschien ook dat woord baas. Uh, Komt daar misschien een, 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 een negatieve connotatie aan. Dat dat vaak gepaard, gepaard gaat met macht en daarbij komende uh, misbruik en al die shit. En dan denk ik ik wil niet die persoon zijn. Ik zie mij nu meer in de positie van een soort van ...coördinator of zo. Of, elke mens heeft zijn of haar talenten. En om die... Uh, ...om een soort van omstandigheden te creëren... ...waarin dat die persoon zich dan... ...optimaal kan ontplooien. Daar heb ik, daar heb ik, ik heb het nog nooit zo deftig kunnen zeggen, denk ik. Um, ja, meer is dat eigenlijk niet. Dat is je rol uh, als leider, eigenlijk. Ja, dat is heel... Je want van... Iedereen heeft, heeft echt... Iets waarin dat hij of zij goed is, of dat, dat hij of zij graag doet. En Ik denk, daarin volg ik, uh, Jacques Brabil, die zei iets als een aangeboren talent, die geloofde daar eigenlijk niet in. Die zei: als je echt iets wilt, en je werkt daar keihard voor, en je stikt daar keihard veel oefening in, dan komt dat ook wel goed. Hè? En je hebt dan wel mensen die in iets die zo. Iets gemakkelijk leren, bijvoorbeeld. Of die dan zo begint te zingen en denken... Ola, ik heb wel precies een schone stem. En zingen is misschien nog iets anders. Maar bijvoorbeeld koken... Hè, um, het mensen die waarschijnlijk van nature uit... goed smaken kunnen herkennen. Maar zijn dat dan de enige mensen die in een keuken kunnen staan? Oh, maar nee, ja. Zot. Zo vreemd. Ik, ik ben daar tot mijn twintig jaar ook nooit... verenigd mee bezig geweest. En nu wel. En nu kan ik... Dat misschien beter herkennen of zo. Of... Maar zo um, zag ik mijzelf acht jaar geleden als kok aan mijn bannia. Ja. Dat is ook iets wat dat gegroeid is, ofzo, en dat ik mijn eigen wel verder heb kunnen ontplooien in lokaal of door te koken met andere mensen. En um, dus ik heb het zo wat vreemd. Ergens. Mijn ego vindt het wel fijn dat mensen mij wel respecteren of zo zeggen van nou oh, maar ik dat is niet nog wel ook wel. valt wat mee het is niet dat ik herkend word op straat. Um, een beetje teleurstaan. Nee, dat is niet waar. Maar um, langs de andere kant vind ik het. Um, wil ik niet zo. Ge Allee, ge um, gesmeten worden tot. Uh, wauw, kijk daar. Maar eerder zoals iemand aanspreekbaar, waarbij dat als je vragen hebt bijvoorbeeld, dat je die durft te stellen of dat je die kunt stellen aan mij. Omdat ik wil veel mensen helpen of zo. Uh, Mensen die met vragen zitten, bijvoorbeeld. Of die... En dan wil ik niet te ver staan van de mensen, waardoor dat, dat dan niet zo... Wow, uh, ja, hé, meer ver. Allee. Het is lekker dat ik uh, denk aan <tieft> uh, Barack Obama. Dat ik denk, oh ja, uh, dat is wel... Uh... Waarschijnlijk ga ik die mensen nooit spreken, maar stel dat, dat hij dan 100 meter van u staat dat je nog zo denkt... Oei, ja, Alleen, hij had wel president geweest, wat zeg ik daar nu tegen? Ah, maar nee, ja, dat is eigenlijk ook een een mens... Hey, ik heb niet heel veel respect voor die mensen ook, hè, dat, wat dat die gedaan heeft, hoe dat gedaan heeft. Maar um, die moet ook gewoon heel aanspreekbaar zijn, vind ik. En dan uh, om te vragen van, hey, welk wc-papier gebruikte jij? Hey, zo zo me vragen. Die mensen gebruikten ook wc-papieren. Of er kunnen ook diepere vragen zijn... Um, van, wat is uw idee daarover? Maar, euh, ik vind dat zo vreemd. Dat, dat een, een daar staat en een ander een daar. Dat mensen opgehemeld worden. Terwijl dat wat je doet eigenlijk normaal zou moeten zijn. Of normaler zou moeten zijn. Of laagdrempeliger. Dat iedereen het gevoel zou moeten hebben dat ah, wat hij wat doet. Mm -hmm. Kan ik ook. Maar dan, als iedereen zijn eigen talent heeft. Dan manif manifesteert dat talent waarschijnlijk op een andere manier. Ja, ja, ja natuurlijk hè. Het is een interessant documentaire over um, Sam Dillemans ook, een schilder. En die had dus wat idee van, ja, het is niet omdat je denkt dat je een beetje kunt schilderen, dat je een schilder bent. Hè. Weet, uh, er zijn weinig mensen die waarschijnlijk de, de, de plafond van de Sixtinse kapel kunnen schilderen. Kort, Ik, ik zei er niet aan beginnen. begin. En ik heb respect voor de schilder die dat gedaan heeft. En dan denk ik, amai, zotte um, Pete. Ik zou het niet kunnen. Veel respect voor hem. Um, maar om dit dan echt op te hemel, goh ja misschien dat wens je wel een beetje dat... <laughs> oké, okay, ja, Korte heeft wel zotte dingen gedaan maar ja dan denk ik ook dat creëert zo een um, onbalans tussen mensen dat je de betere hebt en je hebt dan de slechtere mensen terwijl dat, dat vaak ook gepaard gaat met die heeft meer kansen gehad om zijn schilderen um, verder te ontplooien, en die persoon heeft geen kansen gehad. En dan is het eigenlijk oneerlijk, omdat die persoon had die even goede schilder kunnen geweest zijn als hij een penseel had en deftige doeken en een plaats waar dat hij dat kon, um, dan te zeggen: van oh ja, nee, maar je denkt en die gaan nooit iets kunnen. Ik denk dat het goed is om niet te veel te kijken wat andere mensen doen en hoe meer dat je Kijken zij wat andere mensen aan het doen zijn, hoe meer je begint te twijfelen aan je eigen ideeën. Mm -hmm. Terwijl het is soms kunst is om gewoon je oogkleppen aan te zetten en te doen wat je zelf echt wilt doen, wat je zelf echt in gelooft. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook is wat jij gedaan hebt. Uh, en dat tegenwoordig misschien ja, dat je wel constant gebombardeerd wordt met hoe dat andere mensen het doen. Mm -hmm. Facebook, scroll, scroll, scroll. Uh, Nee, dat dat wel misschien wat contraproductief wordt. Uh. Ja, 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 ja. Dus, enerzijds, wil je wel inspireren, maar anderzijds wil je ook zo mensen toch zo mogelijk al hun eigen ding laten doen. En net misschien de boodschap geven, maar dan kijk niet te veel naar wat dat ik doe. Uh. Ja, er moeten niet alle mensen zijn. Je moet nu ook lokaal openen. Hè. Of zijn daar ook voor gemaakt. Hè? Um, hebt het. Um ik begrijp al hé, dat onze overheid eh, werkgelegenheid wil stimuleren en ook ondernemers eh, veel kansen wil geven, maar niet iedereen is gemaakt om zo ondernemend te zijn. Allee, ik... mensen die zeggen van ja, maar ja, ja zelfstandig, maar, chic en al, maar ja, ik werk er wel echt keihard voor. En je um, hebt heel veel... On... Allee, ik ken veel mensen die bijvoorbeeld die... Um, wat is de term daarvoor? Generalist zijn? Die zo... Heel veel hobby's hebben en we uh, een keer met dolfijnen zwemmen en dan zwem je met dolfijnen. Dan denk je, oeh, ik heb het nieuwe gehad en ik ga iets anders doen. En dat lijkt mij ook lastig, omdat je constant je eigen moet uitdagen om constant zo uh, blijvend geïnteresseerd te zijn. Maar, ja. maar dat zijn ook die mensen en die zijn dan ook zoals die zijn. En, uh... Dus, jij bent iemand die niet echt generalist is. Je meer, hebt meer je, je focus, je specialisatie gevonden, je klein. Lekker ook eigenlijk. En je hebt heel veel geduld gehad. Mm -hmm. Ja. Ja, pas op als ik dat nu kijk, het is nu vijf jaar. Als ik dat nu over terug de denk, lijkt dat keil um, aan. dat veel eigenlijk wel mee. Maar ik denk ja. veel mensen tegenwoordig zo'n beetje de mindset van: ah ja, ik wil dat misschien ook wel doen. Ik ga een pop-up beginnen. Mm -hmm. En dat moet dan een eerste keer succes zijn. Terwijl dat ik veel meer geloof in uw aanpak van gewoon uw eigen ding te doen. En dan veel geduld hebben. Ja, dat was de kunst wel. He. Dat de locatie klein was, dat ik daar ook geen um, zes man personeel moest zetten. Dat en... de huur ook lager was. Ja, voor mij was dat gelijk ook de ideale zandbak om te beginnen. Eigenlijk. Uh, ik ben daarvoor ook wel naar andere panden gaan kijken, maar dat was echt zo gigantisch. En dan dacht ik, holy shit, je moet ik veel in investeren. En... Dat zijn werkcontracten eigenlijk. Uh, uh, ja. Pas op, ik begrijp het, het pop up gegeven. Alles moet snel gaan en zo, maar... Ik heb ondertussen een beetje de... Ja, een beetje genoeg van het, het, het pop-up-gedeelte. oké, okay, je, je hebt een idee en je wilt dat uitproberen. Akkoord, maar voor mij zit de kunst er wel in om iets op, een, op lang, allee, lange termijn te denken. Dat is zoiets wat eigenlijk moeilijk is geworden of zo. Like, Onze eigen regering kan dat al niet. Um... Zo is daarvoor al een heel slecht voorbeeld. Maar... Um, ja, je kunt niet een idee hebben en dan denken... Ik ga het een keer een jaar proberen. En op basis van dat jaar al conclusies trekken. Ik denk nu ook na... En dat was pas na drie jaar, waar ik echt dacht van... Oké, okay, nu zit het elke avond goed vol. Maar dat heeft al drie jaar geduurd, he, dat die... Constante, en dat schommelt nog altijd. ik is echt een heel moeilijk voorspelbare sector. Maar... Zijn um... je dan flexibel geweest, heel veel aanpassingen gedaan gedurende die drie jaar om je concept... Om ervoor te zorgen dat je concept past binnen die kleine ruimte, binnen die context, binnen de stad waarin dat je opereert? Of viel dat wel mee? Ik denk dat dat wel mee viel. Eigenlijk, eigenlijk zijn er niet heel grote dingen waarvan dat... Dat ik zoiets heb van ja, shit, hè, um, misschien moet ik de menu aanpassen of zo. Is het is, is niet het menu dat, dat geschikt is of zo? Um, dat gewoon tijd nodig of zo. Ja. Weet je, als je iets, um, als je een restaurant begint, dan kun je niet direct verwachten. Je hebt dan wel hè, de, de eerste golf van mensen die nieuwsgierig zijn. En dan, um, en dan blijft dat zo wat komen. En dan heb je de, de mensen in de buurt die werken en die zo denken: nou, kijk, dat ah, is dicht en het is zo. Ehm. Um, maar dat gaat dan en dat gaat dan en dat wordt dan verder verspreid en verder verspreid. En dan. Nu is het ook zo de combinatie van mensen die alleen lokaal zijn geweest en dan ook nieuwe mensen en dan toeristen die erover gelezen hebben. En dan. En dat is zo een heel interessante mengelmoes maar. Dat, dat blijft wel. Uh... Maar ja, ik had ook zoiets van, ja, ik had daar eens wel dat geduld, denk ik, van. Ik ga het nu gewoon blijven, want het, het verhaal naar, voor, voor mij was wel al sterk. Eh, we hebben een vaste menu, maar die verandert wekelijks. En dan... Eh, ja, dat was voor mij... Ik, denk, ik dacht ook van, ja... ze dus moeten ik dan gewoon wat meer reclame maken, maar... Op zich stond ik er dan ook... Eh, deze periode wel zo wat alleen voor, half. Eh, waardoor dat ik dacht van, ja, kijk... Mijn kosten liepen niet zo hoog op, dus dat ik op zich wel gekeerde wiegen dan in het begin uit wat je hebt. En dat was niet veel. Um, ja, Dat is gelijk, dat is mijn een klein. Hè? Dus ja, je geeft daar alles voor. En je hoeft daar niet direct 1600 euro voor terug. Je wilt gewoon dat dat blijft leven en dat dat blijft gaan. Dat is denk ik bij elke, elke zaak zo, of toch veel. Um, ik zou dat ook. Uh, vreemd gevonden en moest, moest die verwachtingen daar al geweest zijn. Ja, oh, ik ben nu een man bezig. Oeh, ja, waar zitten ze? Ja, het marcheert niet. Ik had ermee moeten stoppen, hè. Dus, ja. Um, ja, ik was daar ergens wel, denk ik, gerust in. Een vertrouwen in de lange termijn. Ja, zeker ook. Alles viel gelijk zo, lijkt puzzelstukken in elkaar. Like, sinds ik begon met mijn lokaal, voelde alles zo heel natuurlijk aan. Alsof dat alles zo ik kom dat tegen, maar dan komt dat, en dan komt dat, en dan ja, ga er gewoon een beetje mee met de flow of zo. Uh, alleen niet alleen maar lokaal. In, in mijn leven is dat ook gewoon zo. Dat... Het is of like dat ik soms in een, in een rotsbaan zit, en dat ik gelijk zo in een karkje zit, en dat, dat ik zo die hendel naar beneden komt. En dan ze zeggen: Enjoy the ride. En dan denk ik: oké, okay. en dan ga er gewoon, en dan had ik er over kop, en dan ga weer weer rechtdoor, en dan had ik een keer snel en ga ik op je zijkant. En dan. Kom de week terug. En dan, ja, eens dat je daar zo rustig mee meegaat en denkt van. ...daar komt dingen tegen. En dat is normaal. Elke mens is. Gelijk heb je zo'n schoon verhaal uh, binnen boeddhisme. En in Nike's Zenibalboom komt dat ook voor. Je hebt uh, zo'n verhaal en, uh, van een vrouw. wiens kind gestorven is. en die. roept naar de moeder of zoiets. van kijk, uh, mijn kind is gestorven. Kunt je dat kind niet weer tot leven wekken, of zo? Want ik ben toch zo triest. En de Boeddha zegt: wel, kijk, ik wil dat doen. als. als je ergens. Uh, zo, een, uh, een, een mosterdzaadje krijgt of zo. van een gezin. waarin dat binnen dat gezin. dat er nog niemand gestorven is. En ja, die is zo. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En ze klopt overal aan. en ze merkt dat in elk huis. dat er wel. Iemand gestorven is. En dan... Zo bij het napaar juist. Komt ze tot het besef van... Ah, jee ja. Ik ben niet alleen in mijn verdriet. En dan... Euh, dat was wel... Ja. Maar iedereen komt shit tegen. Er is volgens mij geen ene mens in zijn leven die wel... Iemand euh, verliest. Of... kans of, euh, heeft op zijn werk. Of in een relatie of zo. En... Het feit dat je... Niet alleen um, geluk kunt delen met mensen, maar ook verdriet maakt het net zo sterker. Ofzo, dat je daar niet alleen in zit. En dat, dat mis ik soms een beetje. Dat mensen enkel een selfie trekken op momenten dat ze blij zijn ofzo, of zo. Of dan ze in de zon zitten met een zotte cocktail. Maar ik denk dat ik een selfie als ik aan zit. <laughs> maar dat zou niet genoeg likes krijgen. Dus um, vind, dat vind ik een beetje. En dat, dat wil ik er ook eens wat uitkrijgen. Hè? Dat probeer ik zelf ook zo op persoonlijk niveau een, 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 een aanspreekpunt te zijn voor mensen die het een moeilijk hebben of die een keer een, een, willen lachen met mij bijvoorbeeld. Um, het is oké okay om open te staan voor beide, denk ik. We moet ik daar open voor staan. Ja. Zoiets. Um. Ja, het is super inspirerend en interessant om, allee, om, om u te zien evolueren. Hè. Um, ik ken u al in het begin van de opstart van Lokaal en ik hoop dat we nog lang gaan kunnen. Um... Oud worden. Of niet oud worden, nee. Als we morgen doodgaan, dan is het ook leuk geweest natuurlijk. Het kan altijd, kan zij ja. maar. <laughs> maar ja, bedankt alvast om uh, uw wijsheid te delen met de wereld. We hopen ik, dat uh, andere mensen er iets aan hebben. 然后抬头一看，一个油。